We zijn nu bij de ingang van het Laarzenpad. Van het natuurpad van kasteel Keukenhof. Dit is eigenlijk niet een officiële ingang, dit is een achteringang. De officiële ingang zit bij het kasteel aan de voorkant. Het is een heel mooi pad. Het is gedeeld open stukken door weilanden en zo. En een beetje bos, een beetje beschut, een beetje zon, een beetje schaduw. Net wat de mens nodig heeft. Nou, en hier zie je het begin van verzegelde honing. Hier zit honing. Ja, als imker zie ik het verschil, maar als een leek is dat moeilijk te zien. Het nieuwe natuurpad is onlangs geopend en het is de bedoeling dat de mensen hier gewoon vrij rond kunnen lopen. Dit is een heel oud landschap. Stichting Kasteel Keukenhof heeft dat in beheer. Het is nu nog in gebruik door een intensieve veehouder, maar dat gaat straks veranderen. Het wordt weer een biologisch stuk gebied hier, volledig biologisch beheer. Je ziet als dat straks gaat gebeuren, dan zie je gelijk het landschap hier veranderen. Dan komen er veel meer weidebloemen. Nu zie je eigenlijk in de randen nog een beetje boterbloem, maar ja, de rest is natuurlijk al afgemaakt. Ja, het is een groot gebied, dus het blijft rustig, ook al zijn er een flink aantal mensen hier in het gebied.